Lieve mensen, een hartelijke kerstgroet. Vanuit ons huis naar jullie huis. Ons huis, dat is het huis van André en ik, Colette en onze kinderen Ruben, Timon en Irene. Ik doe het nu even alleen, want dat vind ik al ingewikkeld genoeg. Maar ik wil jullie laten delen in de adventtraditie die wij hebben, waarmee we advent beginnen. En het zijn hele simpele tradities. Op eerste adventzondag dan steken we de eerste adventkaars aan. En hangen we de ster op. Ik heb hem nu even half stok gehangen, dan kunnen jullie hem ook zien. Maar ik word er altijd heel blij van als ik in het donker naar huis fiets en ik zie die ster branden. En het geeft mij een welkom thuisgevoel. En ik hoop dat jullie ook zo'n welkom thuisplek hebben. Een plek waar je je prettig voelt, een persoon bij wie je je veilig voelt. Ik kan me voorstellen als je alleen woont dat deze tijd altijd al een beetje ingewikkeld is en nu helemaal. En ik wil je laten weten dat we aan je denken en dat je niet alleen bent. En laat je horen, dan word je ook gehoord. En laat je zien, dan word je ook gezien. Wil je heel graag een knuffel geven? Namens ons als familie en namens de hele kerk denk ik dat we heel graag elkaar zouden willen knuffelen. En ik hoop dat we creatief zijn in manieren om kerst van het ene huis naar het andere te brengen. En zo de liefde door te geven op nieuwe manieren en op oude manieren misschien ook wel. Ik vond de soepactie geweldig en ik denk er zelf ook over na hoe ik met jullie verbonden kan blijven in deze gekke tijd. Een hartelijke groet en heel veel liefde wens ik jullie toe. Vrolijk kerstfeest!